klimgordel, zaagbroek, zaagschoenen, handschoenen, helm. Klimlijn, 201T, fliplijn met stalen kern. We hebben alles. Succes! Yo, dank je Timo, jullie ook. Ja. Dat je gewoon de blazer eraf. Ja. Heel de motor eruit. Nee joh, de accu is leeg. Hey mensen, net als altijd weer goed en ook tof dat je kijkt naar deze nieuwe video van boompjekappen.nl. Voor al uw takkenwerk. We staan bij een gesnoeide kastanjeboom, dat hebben wij net gedaan. Maar de klimlijn hangt nog in de boom. Zeker bij snoeien haal je je lijmpjes uit de boom als je 100% zeker weet dat de klant tevreden is. Dat doe ik liefst uit de boom, dus in de boom heb ik al even de klant laten roepen door de jongens. Ik zeg, ga eens even die klant halen, even vragen of ze het zo goed is. Nou, het was top. Dus dat betekent dat de klimlijn uit de boom kan, dus daar ga ik even mee kijken. Maar daar zijn wij niet in deze video voor. De jongens gaan het hier even aanharken. Niet al het blad moet weg, maar wel de takken natuurlijk die ertussen zitten. En daarna gaan we alles even aanblazen en blazen we daar het gemeenteplatsoen in. Maar we komen vandaag voor deze twee essen. Er zitten ook nog wat beukjes tussendoor, denk ik. Haagbeuk, dat lagere spul. Maar deze middelste LSS, die gaan wij weghalen. Die wordt groot en die... ja, even kijken, het is een beetje een aparte situatie. We hebben hier nog terrein van de klant, zeg maar. En dit is van de buren. En dit groeit allemaal naar de buren toe. Nou, dus die grootste gaan we weghalen. Dan blijft die lange staak daarover. En ik denk dat die... ook een beetje ingekort moet worden. Dit gaan wij gewoon met klimsporen doen, want het is geen snoeien. Hè? Ik ben natuurlijk maar een amateur, dat weten jullie. Maar deze hebben we gesnoeid gewoon op de zaagschoenen. Dus zonder klimsporen, hebben jullie vorige keer kunnen zien. En nu gaan we deze, die gaan we eentje weghalen, eentje snoeien. En dat doen we met klimsporen, in ieder geval die kappen. En ik denk, als ik daar bovenin zit, dat ik wel bij die andere kan om die te snoeien. De versnipperaar laten we even aanstaan. Een beetje achtergrondgeluid, is wel leuk denk ik voor jullie. En de takken, we maken één bult en die gaan we straks nog even één keer versnipperen. En dan gaan we ook storten en dan gaan jullie ook even meekijken. En ik heb jullie vorige keer laten zien, een beetje tegenlicht, dat we hier goed aan het snipperen zijn. Hij blaast de hele aanhanger van voor naar achter helemaal vol. Daar ben ik super blij mee. Mooie bak vol. Ik denk dat er nu wel een kuub of 5 in kan, echt makkelijk. En ik heb dit niet alleen gedaan voor het volume, dus om meer capaciteit te hebben, want dat is ook meer gewicht en daar zit natuurlijk grens aan bij een aanhanger. Maar ook om makkelijker te kunnen storten zonder dat alle borden er steeds afvallen. Maar dat is voor het eind van de video. Ik ga nu de klimspullen aantrekken, dan gaan jullie mee daar de boom in om even dat esje en dat dingetje ernaast te kappen en te snoeien. Zo, we hebben hier de zigzag. Haal het uiteinde van de lijn eruit met het balletje eraan. Zo, daar is de klimlijn weer terug. Je ziet hè, de klimlijn kan hier wel doorheen, maar het balletje niet. En het balletje kan wel hier doorheen. En het zit natuurlijk rondom, zit dat zo. Helemaal top. Nu hebben we het weer, dus ik ga hem weer installeren. Voor de volgende klim, hier in de S. Zo, en nu is hij weer klaar voor gebruik. Kijk eens, het groeit hier gewoon aan bomen mensen. Kijk eens, twee klimsporen gebruiken we vandaag. Klimgordel, fliplijn en de 201T. En dan gaan we deze S gaan we verwijderen. Dat is de grootste. En deze, die gaan we straks bovenin snoeien. Klimgordel, zaagbroek, zaagschoenen, handschoenen, helm. Klimlijn, 201T, fliplijn met stalen kern. We hebben alles. Succes! Yo, dank je Timo, jullie ook. Hier, dat van de kastanje. Zo. Joep. Wil jij een kastanje meegaan? Nee, voorlopig niet.
Ik denk dat ik deze straks daar ergens ga snoeien. Klimspoor zit los. Ik kom bij de buren in de tuin. Loop ik rustig naar beneden trekken, ja?
Dat is jammer. Lekker maat. Zo doen we dat. Hangt er nog wat in de boom? Hè? Alles uit de boom? Ja. Lekker, dank je. Oké. Zo, je ziet nu de dikste is er tussenuit gehaald. De andere, even kijken, waar was die? Oh, die. We hebben de top uitgehaald. Dan gaan we vanuit het huis kijken hoe het eruit ziet. Ik denk prima zo, maar ja, ik kan wel denken, ik moet even met de klant overleggen. Want dit komt wel heel erg ver deze kant op, maar misschien vinden ze dat wel prima. Er hangt trouwens nog één tak in, Timo. Er hangt nog één tak in. Moeten we er even uithalen. Wil je straks even een hark mee terugnemen? Oh ja. Oké. Okay, Julia, pak even de hark. De hark pakken? De hark moet je pakken. Er zit een tak in de boom, die hebben jullie vergeten uit te halen. Dus gaan we even de hark pakken. Zo. Alle klussen groot en klein. Precies, groot en klein. En vandaag een keertje klein. Ja. Kijk. Zo. Er komt de harde klant. Ja, ik zie het. Toppie. Nog eentje, jongens. Ja. Perfect. Dat was hem. Heel goed. Hangt bij de klant nog eentje. Of bij de buren. Kijk. Halen we gelijk aan deze kant. Zo. Zo goed?
Zo, we kijken na het versnipperen even naar het aanblik vanuit het huis. Het is een stuk lichter geworden, lager geworden bij de buren minder. Het is minder hoog. En zeker die kastanje is natuurlijk van invloed. Even kijken of we hem erin kunnen krijgen. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Perfect, jongens. Perfect. Bokkie ertussen. Oké, dat vind je die bouwboeren mooi hoor. Een schooltas? Ja. Dat je gewoon de blazer eraf, ja. Heel de motor eruit, alles eruit en dat je dit gewoon een schooltas hebt. Ja. Dat wel gaaf. Dan zouden ze zeker kikken vinden. Kan dit pakken? Nee, je hebt nog een zaad erin. Kijk eens, dus, laten we die hier liggen. Ja. Denk het niet, Job. Job. Zo. Ik best. Ah, voor me dicht. Ken je hem? Eerst juist. Zo hard mogelijk. Zo, we zijn op locatie aangekomen. En ja, de bak is een klein beetje ingeklonken. Het is echt. Hij is echt helemaal. Alles wat je nu hout ziet, daarachter zit snippen, zit helemaal mooi vol. Even kijken. Iemand anders heeft hier zijn mest neergegooid. Dus het ruikt hier fantastisch. We hebben hier het hout neergegooid. En we gaan nu even bij de. Nee, heel mijn voet in de derry. Ja? We hebben hier de snipperbak helemaal vol tot aan het eind. Het idee is, omdat we hier de ladder vast hebben zitten en het netje eroverheen en wikkelt het allemaal, dat we alles kunnen laten zitten. En dat we nu alleen hoeven te storten, alles zal op zijn plek blijven, als het goed is. En dan is de bak mooi leeg. Dus daar gaan we even naar kijken, of dat ze ook echt zo daadwerkelijk zo mooi gaat. Shit. Het is er niet echt uit. Nee. De accu is leeg. Nee, even die echte dag. Oh nee, hè. Nou ja, ik rij hem even een stukje heen en weer. Kijk of het dan beter gaat. Ja. Ik ga niet te ver. Kijk, daarop. Hier. Goed. Oi. Er zit nog wat in, hoor. Er blijft nog veel in zitten, ook zo. Hè? Ja, kijk. Er zit nog heel veel in. Ik ga vanaf boven. Wat een hitte komt daar af. Wow. Oh, het is hartstikke warm hier zo. Maar oké, wat hebben we hiervan geleerd, Timo? Accu. Niet veel meer. Accu opladen, dat is allereerst belangrijk. Maar moet je kijken wat de hoeveelheid. Dit is losgestort. Het zat net nu helemaal compact in de aanhanger. We hebben wel een kubel 5 hebben we hier wel bij ons. Maar er zit nog wat in de kar. Dus we gaan nu even handmatig dit er een beetje uit proberen te scheppen. En dan is die helemaal leeg.
Ja, dat zakken gaat wel goed, ja. Zakken gaat goed. Oké, les 1 is natuurlijk... Zorg dat de accu opgeladen is, dat helpt hier en daar nog wel. Maar moet je kijken wat een hoeveelheid snippers eraf is gekomen. Zo losgestort hebben we het hier misschien wel over... niet te veel overdrijven, maar toch wel 6, 7 kuub. Maar wat we daar compact in de aanhanger hadden, was iets minder dan 5 kuub wat we hadden. Wel een prachtige hoeveelheid snippers. Die ze hier bij de Volkstuinvereniging in Bodegraven heel goed kunnen gebruiken. En daar zijn ze natuurlijk ook hartstikke blij mee. Ik hoop dat ze blijer mee zijn dan met die stinkmest wat daar ligt. Wat vooral ook positief is, dat de ladder, die kan er gewoon op blijven liggen. De harken en dergelijke blijven erop liggen. Netje kan er gewoon op blijven. Dit blijft ook al gewoon netjes. Ik zou zelf zeggen dat als we... Want de aanhanger was nu niet maximaal hoog. Ik denk 80% of zo. Maar als die maximaal omhoog kan, dat je hem echt lekker snel leeg kan kiepen en weer snel wegwezen hier. Dus dat is lekker top. We gaan even de klep er weer achterop zetten, want die haal ik altijd even af. En dan gaan we naar huis toe. En dan sluiten we de video nog even af. Ja, oost-west. Thuis is ze toch op zijn best. We staan nog even bij de aanhanger die leeg is. Ik heb hem even aan de oplader gelegd. Dat zijn dingen die je wel eens vergeet. Sommige mensen hebben misschien een lijntje lopen naar de bus of waar je hem ook voor hebt, dat hij constant opgeladen wordt. Dat is natuurlijk een mooi systeem, dan zit je nooit zonder. Maar dat heb ik niet, dus ik heb een ladertje. Hij zit al even op. Hij zit er nog net in. Dus ik heb hier een oplader neergelegd. En die is lekker hier aan het opladen. Zo laat ik hem lekker liggen. Mocht het gaan regenen, dan kan het gewoon doorgaan. En het kastje hier wordt hij gewoon ingeplucht. En laat ik hem gewoon even een nachtje staan of zo. Twee nachtjes, weet ik veel. En dan is dat ook weer voor elkaar. Maar als we één ding vandaag hebben geleerd, is dat het wel. Hè? Dat je wel je aanhanger moet opladen. Wat daarnaast ook nog was, is dat de achterkant heb ik hier deze schotten neergezet. Maar de snippers blijven hier achter haken als je gaat storten. En dat is niet super erg. Maar je krijgt hier een ophoping. Dus de snippers blijven hier achter haken. En daar blijft er iets achter haken. En daar blijft iets achter haken. Waardoor je hier iets bende opbouwt. En hier ook een hele hoop opbouwt. Maar misschien als de aanhanger helemaal maximaal omhoog gaat. Dat hij dan wel goed leeg stort. Nog even over de aanhanger. We hadden hem nu echt op deze hoogte. Dus 1,15 meter. Hadden we hem vol. En toch echt wel... Tot hier ongeveer. En dan schijnaf loopt hier ook allemaal hout. Dus ik denk echt wel dat we nu echt flink overbeladen waren. Dat merk je natuurlijk in alles. Wij moeten leren. Ook al heb je de ruimte. Met wij bedoel ik en Timo. En Jude ook een beetje. Maar dit is zeg maar het niveau waar we vroeger tot voorheen altijd maximaal snippers hadden. Misschien een kopje erop of zo. En nu hebben we hem echt 30 centimeter hoger. In ieder geval helemaal vol, nog anderhalve kuub erbij of zo, weet je wel. Dus dat is eigenlijk te gek. Dat is eigenlijk te gek voor de aanhanger, denk ik. Dus we moeten eigenlijk leren dat dit gewoon een beetje de max is. Nou, er komt een keertje zo uit, kunnen we wel meer erin spuiten. Maar we moeten proberen wat niet direct vooruit vol gas te spuiten, maar wat meer te verdelen ook voor het gewicht. Met de gewichtsverdeling van de aanhanger en de kogeldruk. Want als je voorin begint te spuiten, heb je al het gewicht aan de voorkant. Dat komt allemaal op je dissel en op je kogel. En dat is niet zo best. Hé, maar het werkje, hè. Want Timo zegt altijd mooi, voor al uw bomen groot en klein moet je bij boompje kappen zijn. Dus dat... wat is dit nou weer, jongens? Plastic. Nou, dat ruimen we straks even op. Maar het werkje van vandaag was natuurlijk een klein werkje. Het was een beetje als toevoeging bij het andere werk wat we vorige keer hebben gedaan. Waarbij we die kastanje hebben gesnoeid en alles hebben versnipperd. En nu dus ook hebben afgevoerd. Nogmaals, hij is nu lekker aan het opladen. Maar ik ben wel echt heel tevreden met hoe het nu gaat. Omdat je ook die borden kun je allemaal laten. Alles kun je gaan. Het is nu eigenlijk gewoon een gesloten aanhanger. Met daarboven nog ruimte voor de ladder. Harken en dergelijke. Dus die kunnen we altijd meenemen zonder dat we er last van hebben. Zonder dat we die steeds de uiten in. Kunnen we ook niet vergeten. Dus dat gaat wel even super goed. Hey, ik wil jullie natuurlijk net zo altijd hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Het was een klein werkje. Die S gekapt en die andere
gesnoeid, even de top eruit gehaald. Maar de klant weer heel erg tevreden en het hele project is ook super goed gegaan. Dat is natuurlijk super belangrijk. Hey, net als altijd wil ik jullie natuurlijk hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie er volgende keer ook weer bij zijn, want dan gaan we in Gouda gaan we een moeras cypress, een beetje dit formaat wat hier staat, gaan we snoeien. En die is al een keer ingenomen, geknot bedoel ik, gekandelaberd. En wij gaan nu gewoon even terugknotten. Terugsnoeien op de knotten die er al waren. Terugsnoeien op de oude snoeiwonden. En ik hoop dat ze eigenlijk ook weer op een toplocatie. Het is een lastige plek, maar het is denk ik wel een toplocatie. Voor wat ik in mijn ogen, wat ik voor ogen heb in ieder geval. Dus gaan we die moerascypress gaan we snoeien. Juda en Timo zijn er ook weer bij. En we moeten daar een beetje vaart maken, want Timo die moet nog naar rijles. Timo is aan het rijlessen al een tijdje. Dus daar moet hij natuurlijk niet te laat zijn. Dus daar gaan jullie weer mee meekijken en dan gaan we denk ik ook gewoon gelijk even storten. En dan kunnen we de echte kracht van die aanhanger zien. Maar we moeten even kijken, misschien dat er zo weinig takken vanaf komen, zo weinig snippers zeg maar, dat je, nou, laat maar liggen. En dan gaan we binnenkort gaan we ook nog een keer in Gouda aan de slag. Maar dat kan nog een tijdje duren, dat is wel grappig. Ik heb de afgelopen jaren, en de echte lange kijkers, de trouwe kijkers die weten dat wel. Ik ga één keer per jaar ga ik in Gouda een plataantje terugsnoeien op de knot. Dat is in een klein achtertuintje en die mensen willen de boom heel graag behouden samen met de buren. We hebben nieuwe buren gekregen en die willen ook graag de boom behouden. Toen heb ik aangegeven, misschien kun je hem om de 2 jaar kun je hem snoeien in plaats van ieder jaar. Ja, dat zijn echt een van die kleine takjes die er vanaf komen. Maar nu ben ik er pas langs gefietst. Ik heb ook een mailtje gehad van hem van joh, we gaan hem weer binnenkort laten snoeien door jou. Maar we willen daarna toch wel vragen of je hem echt wel ieder jaar wil komen snoeien. Want hij is behoorlijk groot geworden. Dus daarom ben ik even langs gereden daar. Nou, en het was echt, hij is echt wel fors. En eigenlijk voor het tuintje wat ze daar hebben is hij eigenlijk te groot geworden. Dus dat is wel verstandig om dat dan, nou goed, ieder jaar te doen. Maar dat is in ieder geval, dat komt ergens nog in de komende tijd aan bod. Hey, maar de video vandaag eindigt hier. Nogmaals allemaal hartelijk bedankt voor het kijken. Ik hoor heel graag wat jij van deze video vond. Van het storten en zonder accu's, met een halve accu. En of dat een beetje mooi uitkwam. Het volume wat er nu in de car zit. Of wat vind je daarvan? En het kleine klusje wat we hebben gedaan. Of je dat ook leuk vond. Esje kappen. Een beetje ingesloten in al die haagbeukjes daar zo. Maar goed, klant is tevreden. Nogmaals, bedankt voor het kijken en ik hoop jullie een volgende keer weer te zien. Tot ziens!